Ik was les bij een ijsclub en die was 80 jaar bestaan. En ik moest hier om 8 uur optreden. En om 8:02 komt de voorzitter van die ijsclub achter de coulissen. Hij zei, ben je er klaar voor? Ik zeg, ja hoor. Nou ja, hij zei, dan zal ik je even aankondigen. Mensen, dat ging zo. Jongens, alle haar welkom, maar we moesten eerst even een minuut stil te houden, want zie, mijn stotenles is vanzelf overleden. Dat ik had gedacht, we moesten Simon even een minuut herdenken. Nou, er was nog amper een halve minuut verstreken, toen zei die, zo, die binnen we kwijt. Ja, de man bedoelde het vanzelf heel goed, maar het kwam er een beetje rottig uit. Maar hij was zo zenuwachtig, hij gaat zo in de zaal zitten naast de secretaris en ik sting naar achter sluitgordijn. Nou, ik denk, ik wacht het nog maar even af. En zo'n minuut of 6, 7 later komt hij weer achter de coulissen. Hij zei, Piet, ik weet niet of je het hoort hebben, maar we zijn begonnen hoor. Nou hoor, ik zeg, het enige wat ik gehoord heb dat jullie erin kwijt ben, is hier al. Nee, hij zei, die komt niet meer. Nou hoor, ik zeg, ik dacht dat je man even aankondigen zou. Oh, hij zei, ben je gek, dat is heel niet nodig, want zo krap kijken wij niet hoor. Mensen, dan is het een heel begin. Dan moet je maar blij wezen dat je hier anders meer staan hebben. Ik ben hier vorige week ook nog geweest, toen hebben we hier een prachtig feest gehad. Ik zei vanavond nog tegen die kastelein, ik zei, joh, heb ik hier vorige week 100 gulden opmaakt? Ja. Nou, hij zei, dat is best mogelijk, oh, ik zeg, goddank, want ik dacht dat ik het kwijt was. Ja, maar hij zei, het mooiste is nog, je hebt nog 1 glaasje bier tekort betaald ook. Nou, ik zeg, dan is die terecht, want mevrouw zei dat ik er in te veel op had. Maar mensen, ik heb al zoveel keer gezegd dat we zo'n soort kwijtraken in West-Friesland. We raken een soort winkels kwijt die nooit meer terugkomen. De leefbaarheid in West-Friesland raken we kwijt. De mensen spreken elkaar zowat niet meer. En die winkels komen nooit meer terug. Ga je vandaag de dag op de fiets door een dorpje rijden, dan denk je, kijk, dan zie je daar een raam, dat is een winkel geweest. Dan hebben ze er gordijnen voor hangen en een slijpkamer van gemaakt. Maar het moet alles in het groot. Er binnen geen kleine bouwertjes meer. Er binnen geen kleine boertjes meer. Het moet alles in het groot. Het moet groot op. Ik heb vroeger nog eens 3000 gulden van de bank leend. Dan lag ik nachten wakker. En mijn buurman heb zo'n loopstal zet van 4 ton en die verslijpt hem alle dagen. Maar als je nou vroeger boer was en je had 20 koeien, dan was je al puur zo'n boer. Dan was je een welgestelde boer en dan weet ik nog zo goed, daar hadden ze in het land 20 pennen staan, de koppen wit verf, want daar liepen ze er in donker tegenaan. Want dan moesten ze de koeien nog zoeken. En dan moesten ze molken worden, dan werden ze alle 20 vastbonden en die boer liep los. Nou hebben ze er 100, die lopen alle galas en die boer zit vast. Ik was les nacht bij Simon Sartillon in Midwoud. En die hebben 5 kinderen en toen kregen ze nog een drieling. Daar hadden ze nooit op rekend. Dat wisten ze vroeger niet. Vandaag de dag, dan weten ze al precies of het een jongen of een meid wordt.
Ze weten al of er één of twee in zitten. Maar dat wisten ze vroeger niet. En dat bij Simon Sartillon die drilling kwam, toen was ze er net twee. Simon zei, dokter, we moesten de lamp maar uitdoen, want ze komen op het licht af. Afie Bakker, mensen, die is nou 7 jaar trouwd en die heeft 9 jongens. Ja, je zou mij zeggen, dat kan eigenlijk niet, maar dat zal ik jullie even uitleggen. Ze hadden 3 pittige jongens en toen is ze bij de man vandaan raakt. Ja, dat was eigenlijk heel beroerd, maar toen kreeg ze kennis aan een vent. Die had er ook 3. Dus toen hadden ze 6. En toen hebben ze nog een half jaartje gehokt. En toen ben ze getrouwd en toen hadden ze bij elkaar ook nog weer 3. Dat zodoende hadden ze 9. Nou, ik ben de lest geweest, mensen, maar wat een rotzooitje. Verschrikkelijk, die jongens allemaal vechten en beroerdigheid uithalen. Op slot had ze al naar buiten gestuurd in het blijkveld en allemaal vechten die jongens. Zij al met die ring van die vinger op dat raam te boven. Maar ze gaven er niks om. Dan ze zei, Jaap, ga jij nou eens heen, kijk nou toch. Nou ben de mooie jongens en jouw jongens met onze jongens aan vechten. Klaas Bakker, mensen, die is nou 42 en die is verleden week trouwd. Hij heeft altijd een prachtige vrijgezellentijd gehad, hij heeft verlegen genoten. Ja, Klaas dacht altijd, zolang als er nog snijbloemen binnen, moet ik geen vaste plant hebben. Maar hij is nou trouwd en heeft een wifi van 62. Nou, dat is nog een pittig wifi hoor. Die kan hij nog goed mee voor de kraam langs. Maar ik zei nog tegen hem, jongen, ik zei, nou ben je altijd zo'n knappe vent geweest. En nou, zo'n pittig wifi van 62 had je niet even jonger vinden, kind. Oh, hij zei, wat maakt dat uit? De kerk kan zo oud niet wezen, maar er wordt even goed in preekt. Mensen, Willem Dekker, die woont in een arme tierenhuisje. Hij is eigenlijk strijdarm. En dan slijpt hij altijd nog in de bedstee en dan heb je er in de kamer nog zo'n kacheltje staan. Dan stookt hij altijd met hout. En het is er altijd smoorheid. Hebben jullie dat ook wel eens in de gaten gehad? Bij arme mensen is het altijd heet. Maar hij heeft eigenlijk niks. Nou ja, een bromfiets en een geit. En die geit, daar is hij toch zo verlegen gek mee, joh. Leste moest hij met de bus mee en had die geit ook meenomen. En hij sting in bushokkie met die geit en er komt de bus aanrijden en hij hield het hele zooitje aan. Die buschauffeur zei, wat moet dat alle haar? Nou, Willem zei, wij moeten met de bus mee. Nou ja, die buschauffeur zei, dat kan vanzelf niet. Dan zei, jij kan er wel in, maar die geit, dat gaat vanzelf niet. Nou, Willem zei, waarom niet? Nou ja, zei, ik heb een soort volk in de bus en zo'n geit erin, dat gestink. Oh, Willem zei, daar went hij wel aan. Ja, maar die buschauffeur zei, dat gaat niet. Nou, Willem zei, achter in de bus er zit een vrouw met een herdershond, mag die er dan wel in? Nou ja, die buschauffeur zei eigenlijk ook niet, maar ja, zo'n hond is africht.
Nou, Willem, zat, ik heb die gat ook afgericht. Nou, die buschauffeur lacht even uit, zei, zal ik je dat er zien, leidt-ie? Dat daar grijpt een tak en die smeet die een eind heen en zei, toen die gat staan blijven. Nou, en dan luidt hij in die bedsteen, mensen les. Toen dacht hij s'nachts, nou luidt het wel of ik wat hoor. Een inbreker. En die was met een zaklanteren in de zwaarlijkjes aan het zoeken. Maar die deed die direct weer dicht, want er zat niks in. En Willem zat recht overend in de bedsteen. Hij zei, hij al wat vonden. Nee, hij zei het nog niks. Nou, Willem, zei het jong, wat hier overdag niet is, dat is er s'nachts ook niet. Maar hij zei het, mocht je wat vinden, dan doen we om de helft. Nou, mensen, dan rijdt hij met dat brommertje met zo'n pothelmpje op en lesten, toen reed hij op de grote autosnelweg. Nou, daar mocht hij vanzelf helemaal niet komen. Nou moet ik erbij zeggen, hij stond trouwens stil. Want hij had geen benzine meer. En er komt de Porsche aanrijden van de verkeerspolitie en die stopt. Die zegt, meneer, u mag hier niet op die grote autosnelweg rijden. Nou, Willem, zei ik rij niet. Ik sta stil. Ja, die politie zegt, je mag hier helemaal niet komen. Op zo'n grote weg, nee, Willem, zei ik, heb geen benzine meer. Ik ben blij dat ik er verstand van heb, want daar zat ik misschien doorreden. Nou, die politie zei, ik weet goed gemaakt, ik zal de sleepkabel uit de Porsche halen. En die binden we aan de brommer en aan de Porsche en dan zal ik u naar het eerstvolgende benzinestation brengen. Maar dan moet je mijn één ding beloven. Dat je nooit meer op zo'n grote snelweg komt. Nou, Willem, zei het, ik zal het nooit meer doen. Nou, hij zei het, ga er maar op zitten, dan gaan we kalm aan. Als het nou te hard gaat, dan moet je flink bellen. Nou, dat ging al heel best, mensen. Er komt een Mercedes aanrijden. Met de snelheid van 160 kilometer. Die vloog het hele zootje voorbij. En die Porsche die geeft een dat gas. Die erachteraan. Nou, ze vloog het hele benzinestation voorbij. En die kerel van die pomp die ziet dat gebeuren. Die belt zijn collega op. Die heeft 5 kilometer verder ook zo'n benzinestation. Hij zei, joh, dan moet je eens kijken, want hij zei, dan komt er een Mercedes aanrijden. Die kan wel 160 kilometer gaan. De post zit er achteraan van de verkeerspolitie. Maar het mooiste is, nog, er rijdt een bromfiets achteraan. Die doet niks als ze bellen, want die wil er ook nog voorbij. Ik zat een tijdje geleden in het café en daar zit Dirk Brouwer. En ik zag aan zijn koppie dat hij een glaasje te veel op had. Nou moet ik erbij zeggen, Dirk moet maar niet zo erg. Dat ik dacht voordat hij agressiever wordt, moest ik maar aan de andere kant van de bar zitten gaan. En nou vond ik, zit ik naast een kerel met een witte pet op. Dirk Brouwer zei toen die kastelein geen man even een glaasje bier. En geeft die kerel met die witte pet er ook in. Even later zei Dirk, tap nog maar eens in hoor. En geeft die kerel met die witte pet er ook nog in. Dat had die 4 keer deen, ik kreeg niks. Ik zeg toen die vent, joh, ik heb geen geld bij me, zou ik die witte pet niet eens even opmaken? Hij zei, waar jij, dat toch fijn, ik zet die witte pet op.
en Dirk Brouwer gaat staan. Nou, ze geven het hele zootje er maar in, behalve die kerel met die witte pet, want die heeft er al vier gehad.